in de Tweede Wereldoorlog, of het zo zijn moest, maar ik woonde toevallig aan de buitenhaven. Voor ons huis lagen de marineschepen, lagen de fregatten. We werden beschoten vanuit de lucht door de Stuka's en de Messerschmitts. En zij schoten terug en daar stond je dan. Je wist niet wat je overkwam. Mijn naam is Jan Teunis Bremer, geboren in 1932 in Den Helder aan de Keizersgracht. Kort daarna verhuisd naar de buitenhaven, waar we helaas verdreven werden door de komst van de Duitsers, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk toch altijd met de geschiedenis van dit Marsdiep stadje bezig geweest. De geschiedenis begint niet bij Den Helder. Den Helder is pas 16e eeuw. Het eiland Huisduinen met het kustdorp Huisduinen aan de westkant is veel ouder. Maar het verhaal begon eigenlijk toen het Marsdiep zich ontwikkelde als scheepvaartweg naar Amsterdam. Eigenlijk werd dat Marsdiep de economische slagader naar het hart van de Republiek, de koopmansstad Amsterdam. Dat had zo zijn voordelen. Als het niet woei, dan lagen de schepen hier stil en konden niet uitvaren, maar moesten wel brood hebben, bier, vlees, noem maar op. Maar het had ook zo zijn nadelen. En misschien is de rode draad door de eeuwen heen van die nadelen altijd de dreiging van landingen. Denk maar aan de Vikingen, al in de 9e eeuw. Denk ook bijvoorbeeld aan de bekende slag bij Kijkduin, Michiel de Ruiter, 1673. En niet te vergeten de landing van de Engelsen en Russen in 1799, in het begin van die Franse tijd. Die waren dan eventjes ten zuiden hiervan, kilometer of 12, geland. En kwamen dus vanuit het zuiden, terwijl ze hier achter hun kanonnetjes lagen die over het Marsdiep bestreken. En daar stonden ze, achter hen. Napoleon heeft toen gezegd dat moet afgelopen zijn en vandaar dus dit fort Kijkduin waar we nu staan en die hele linie die om de stad heen gemaakt is. Niet 1, 2, 3. En tenslotte een bijna landing die een helder fataal is geworden in de Duitse tijd. Want ze zijn hier nooit geland, zoals u weet, ze zijn in Normandië geland. Maar men dacht dat het hier wellicht zou kunnen gebeuren. En evenals een dorpje als Petten en gedeeltelijk Callenshoog is dat hele oud Den Helder toch een heel mooi stadje waar ik heel dierbare jeugdherinneringen aan heb, helemaal afgeroken, met de grond gelijk gemaakt.